3, 2, 1, go. Staat er. Ja, prima. Nou hoop ik dat hij het gaat pakken. Dan komt het vast wel goed. Goedemiddags. We gaan een laatste hoorcollege gaan we doen. Geen nieuwe onderwerpen. We gaan alleen maar kijken naar de dingen die we al gedaan hebben. Ik noem hem altijd de grand finale. Want ik wil eigenlijk gewoon in 3 kwartier met jullie door de volledige stappen van een te bouwen applicatie gaan. Hè? Dus en een stuk database, en een stuk MVVM, en een stukje databinding, dat alles naar voren komt. Maar misschien even voordat we daarmee gaan beginnen, eerst eventjes een vragenmomentje. Hè? Misschien zijn je tegen dingen aangelopen de afgelopen weken met Entity Framework, of misschien tegen dingen aangelopen met MVVM of het werken met WPF. En zijn daar mensen die nog vragen hebben of zeggen van, hey, kun je dit vandaag ook nog even demoen? Stukje Entity Framework. Zullen we dat anders vooral in die demo nou dan meegeven dat we daar wat meer de focus op leggen? Dan gaan we wat minder schermpjes extra bijbouwen. Dan gaan we meer wat complexere dingen in Entity Framework doen. Klinkt dat als een goed idee? Oké. Dan doen we 1 extra scherm. Dan doen we 2 schermen. Wat data ophalen, maar dan gaan we ook bijvoorbeeld kijken hoe we wat complexere data dingetjes doen. Misschien ook wel weer de eerste vraag. Vorige week hebben wij al een stukje Entity Framework gedaan. Toen hebben wij Code First gehanteerd. Dat klopt, hè? Toen hebben we eerst code geschreven. Zullen we deze keer ook voor de demo juist databases first even doen? Ja? Dan hebben we ze allebei gehad. Deze is aan het opnemen, als het goed is. Kijk. We gaan gewoon helemaal vanaf scratch gaan we een nieuw project bouwen. Nou kan het zijn dat ik op sommige momenten te snel ga. En dat heb ik vorige week ook al even gezegd. En zeker, we hebben maar 3 kwartier. Ik wil veel laten zien. Dat kan 2 dingen betekenen. 1. Of ik ga te snel en daardoor is het niet meer nuttig wat ik doe. Geef dat gewoon even aan. Zeg, hey, iets rustiger mag wel. Of kun je dat misschien nog een keer extra uitleggen? Dat doe ik graag, hè? Aan de andere kant kan dat er ook voor zorgen dat we niet alles kunnen doen in deze presentatie. Ook dat is niet erg. We hebben nog een werkcollege en daar kun je ook vragen aan je werkcollege-docent om misschien het stukje nog te laten zien wat we niet meer hebben kunnen doen tijdens dit hoorcollege. En daarnaast ga ik deze demo natuurlijk ook online zetten en dan kun je het terugkijken. We gaan even beginnen met programmeren 5. Ik ga ook gewoon echt weer vanaf scratch een nieuw project maken. En die ga ik online zetten. Hier ga ik hem bouwen. Zo. We hebben eigenlijk wel weer een thema nodig. Dat is altijd belangrijk. Een thema. We hebben allemaal gehad. We hadden al een boodschappenlijst. Kaas. Was kaas de vorige keer? Nee, memes. Memes was de vorige keer. Een kaasfabriek hebben we al gehad. Oh, een quiz. Zullen we een quiz-applicatie maken? Nee. Een quiz. Oh, dat is wel een goed idee. Noem maar een quizapplicatie. Dat dacht ik al, ja. Ik noem hem even Grand Finale A, want het is het eerste hoorcollege. Ik weet niet of ik zo'n fan ben van een quizapplicatie. Ik zou zeggen... Kahoot. Nee, toch even een ander thema. We kunnen wel weer memes, maar dat is ook een beetje saai om elke keer hetzelfde te doen. Terwijl jullie erover brainstormen, ga ik alvast een database projectje toevoegen. Want we gaan nu dus database first werken. Dus zoek hier gewoon even op database. Nou, weet je wat we dan doen? Dan doen we wel iets wat een soort van verlengstuk is. Dan doen we een brainstorm applicatie. Oké, okay, dan doen we een soort van mind. Hè? Dat heb je ook erin zitten. Doen we dat is wel lastig. En dan heb je een bord of zo. En daar zitten allemaal ideeën in. Een 1-op-veel relatie krijg je dan. We gaan eens even wat data toevoegen. Ik ga vanaf de database terugwerken naar het scherm. Dus we gaan even beginnen met de data te definiëren. Nou, dan krijgen we dus een tabel en dat ding heet... idee. Je hebt een idee. En we willen misschien wel iets van een relatie erin. Hè? Dat is eigenlijk wel beter, want dan kunnen we daar meteen dat stukje complexiteit. Een 1-op-veel of een veel op veel? Wat wil je? Een veel op veel. Dus dan heb je een idee. En wat is de relatie van met een idee veel op veel? Een mening of zo? Een idee heeft meerdere meningen en een mening heeft meerdere ideeën. Nee, dat is gek. Iemand die het idee bedacht heeft. Nee, ik denk het idee waarvoor je het wil gebruiken. Kun je van meerdere dingen een idee gebruiken? Is dan een veel op veel? Dus stel dat als je dan bijvoorbeeld een workshop hebt, daar heb je dan verschillende ideeën voor om die workshop te maken. Oké. Dus een idee, een doel. Een idee met een doel. Wow, dit wordt echt de beste mindmap applicatie ever. We houden de inhoud even simpel, want anders zijn we weer een uur bezig met vulling. Een idee heeft een omschrijving. Dat is een Envarga Max. Mag 0 zijn, waarom niet? Ik ben een goede bui. En een doel heeft ook een omschrijving.
En een idee heeft een verwijzing naar een doel. En dan is het een 1-op-veel relatie in plaats van veel op veel, hè? Oké, dan moeten we toch een koppeltabel maken. Let op dat we nu dus eigenlijk nog helemaal niet bezig zijn met dingen die relevant zijn voor programmeren 5. Hè. Dit zou je eigenlijk allemaal in databases 2, hebben jullie dit soort onderwerpen al behandeld in database maken. Dat is het voordeel aan database first. Je kan bouwen op kennis die je al hebt, dus daar hoef je geen nieuwe dingen voor te doen. Idee, doel, noem ik hem even. Nou, die heeft een doel ID en een idee ID. Allebei een int. Beide mogen niet nul zijn. Welke is de primary key? Kan dat zo? Mag dat? Moeten we een gecombineerde sleutel gaan maken? Primary key van het type doel ID en ID ID. Zo. Een combined key MSSQL. Dus dit soort dingen, zoek het ook gewoon even op. Hè. Je kan proberen hetzelfde te verzinnen. 9 van de 10 keer is het handig om dit soort syntax dingetjes gewoon even op te zoeken hoe je dit het beste kan definiëren. Heel veel mensen zouden hier misschien primary key 2 keer achter zetten en dan ben je daar ook lang aan het klooien. Terwijl als je gewoon heel even checkt, oké, klopt dit? Nou, dit ziet er al beter uit. Dan zal het wel goed zijn. Jij dan nog P zonder hoofdlet, doen dan nog een komma achter je tweede ding. Beter? En nog een komma achter je tweede regel. Perfect. Goed zo, ik stop deze foutje stop ik expres in. Om te kijken of jullie scherp zijn. Toen niet. Dan kunnen we even beginnen met publiceren. En ja, dat zetten we gewoon op je lokale machine. Voor de eindopdracht mag het dadelijk ook. Mag je gewoon op je lokale machine mag je dat doen. Even een nieuwe connectie aanmaken, dus edit. Doen we eventjes een lokaal. Ik heb die dev, die is voor mij net iets anders. En de database name wordt grand finale A. Zo. Publish. Gaan we eventjes scrollen. Dit is Bing. Dat is niet de bedoeling. Dat is heel vervelend, dat haalt hij mee. Kijk, allemaal groen vinkje. Gaat het nou fout, kun je altijd het script even bekijken. Hè? Om te kijken welk stukje het misschien niet werkt. Of kan hij niet verbinden met de server. Houd het in de gaten. Ik zie heel veel mensen, als ze aan zo'n eindopdracht beginnen. Die gaan bouwen en bouwen en bouwen en bouwen. En dan na 2 dagen bouwen zeggen ze, oké, dan ga ik eens even kijken of er al iets werkt. Dat is gevaarlijk. Want als er dan iets fout gegaan is, dan moet je dus terug gaan zoeken in 2 dagen werk. Waar het allemaal fout gegaan kan zijn. Kleine iteraties. We hebben iets gebouwd. Even checken of het nog werkt. Dus het eerste wat ik nou ook ga doen is al checken, bestaat die database ook al echt? En klopt het hoe die eruit ziet? Dus hier zou nou een grand finale A moeten staan met de juiste tables. Doel, idee, idee, doel. Nou, dat ziet er goed uit. We hebben de database. Nou hebben we onze applicatie. Wat zou nou een goede volgende stap zijn? Iemand een suggestie? Domein genereren. Oké, hoe doen we dat? Weet je nog? Achterin is er iemand? We maken een nieuwe item aan. Een nieuw item aanmaken? Ja, oké. Dus add. Nieuw item. Die moeten we hebben? Ja. Ja. En dan was het... Wat was het ook weer? Een ASF. Ja, onthoud inderdaad eigenlijk misschien gewoon die term entity. Want het is entity framework. Nou hebben we drie keuzes. En dan kun je altijd spieken op het webdictaat als je die even niet meer weet. En wij willen een datamodel willen we hebben. Ik noem hem gewoon even model. From database, je hebt nog die andere opties. Code first from database is ook wel leuk. Dan genereert hij de code en vanaf dat moment dus begin je even met een stukje database en daarna doe je alles code first. Dus als je dan een bestaande database hebt, kun je toch code first gaan doen. Zo kun je dat zien. Maar wij gaan gewoon netjes database first doen. We gaan een model genereren en dan updaten we hem elke keer. Nou, niet naar die songs. Dan moeten we natuurlijk weer gaan verwijzen naar onze database. Niet op dit pijltje klikken. Finale A, die willen we hebben. Oké. Kunnen op test connection klikken. Ik ga er gewoon meteen voor. Finale A entity ziet er ook goed uit. Entity framework versie 6. Ik wil alle tabellen hebben.
Prima naam. Dit doet hij wel even over, hè? Want nou gaat hij dus echt kijken naar die database, welke tabellen zijn er, welke kolommen. En op basis daarvan gaat hij code genereren. En dan genereert hij ook zo'n EDMX, een Entity Data Model. Maar ja, dit is een goed moment om even koffie te halen. Een momentje voor jezelf, wel belangrijk. Hè? Even nadenken, oké, okay, wat ga ik eigenlijk allemaal doen dit weekend? Oh wacht, het is maandag, het weekend is al voorbij. Is dan weer een zuurtje. Ah ja. Nou. We hebben een doel, we hebben een idee en een idee-doel. Maar nou zie ik wel meteen een probleem. Zien jullie het ook? Zijn niet gekoppeld. Wat ben ik vergeten in mijn database ontwerp? Voor een keys instellen. Ik pak die dadelijk even op bij het stukje als we die relaties gaan leggen en willen gaan ophalen. Dat je het fout doet is niet erg. Hè? Want je kan dus gewoon altijd zeggen, oeps, het was verkeerd. Ik pas mijn database even aan. Update model from database. Gaan we daar ook even doen. Ik ga eerst eventjes even door. Nou hebben we ons EDMX. Ik ga even de twee belangrijke dingen laten zien in dat EDMX. Je moet er trouwens nog zeven nadat hij gegenereerd is. Dat duurt ook heel lang. Dus ja, twee koppen koffie. Daar heb je wel tijd voor. Kijk, hier onder het model kun je echte classes vinden die gegenereerd zijn. Hè? Zie je dat? Idee doen. En hier, onder de context, is je contextklasse. Ik denk dat jullie die misschien wel herkennen vanuit Code First. Dan moet je hem zelf schrijven. Ja, die zitten die database sets zitten hierin. Refactor log zit er ook in. Waar zou die voor zijn, de refactor log? Als je terugwerkende kracht wil werken. Ja, wijziging denk ik. Hè? Je wil kijken wat er gewijzigd is en dat met terugwerkende kracht wil omdraaien. Ja. Die worden daarin genoteerd. Nou, we zijn al best wel ver. Hè? We hebben al een database en we hebben al onze domeinlaag, onze classes hebben we al. Dat was een mooie volgende stap. Ja, die form keys pakken we dadelijk even op als wijziging. Ik wil eerst even wat data op het scherm zien, want dan kunnen we hem daarna oppakken. Eerst seed data. Ja, we zouden een seed kunnen maken. Hoe doe je dat in een database project? Weet iemand dat nog? Post-deployment script. Dus we hebben een soort van script nodig. Dan kunnen we kiezen, dan willen we een post-deployment script. Het enige wat dit eigenlijk is, doet, is je geeft aan, bij het runnen moet je dit helemaal op het einde even doen. Dus script.postdeployment, ja, postdeployment.sql. En hier kunnen we dingen doen zoals insert into doel. 1. Even netjes, hè. ID-omschrijving. 1. Het doel is, was een goed doel om te halen. Gelukkig worden. Zo, dat is diep. was er nog meer een goed doel? Iemand nog doelen die je wilt delen met de groep? Nee, meer dan een vraag. Een vraag. Doe maar eerst de vraag, daarna doelen. Dat is nog beter, denk ik. Eerst had je zo'n paal en er stond dan dubbele punt R en dan deze seeds. Hoeft dat nou niet meer? Ja, jij neemt het voorbeeld van het project wat ik met jullie gedeeld heb. Daar komt, ik schrijf nu meteen de seed SQL er rechtstreeks in. Maar het kan fijn zijn om dat te kunnen verdelen over verschillende files. Die dubbele punt R, daarmee zeg je eigenlijk, voer die SQL-file uit. En dan kun je je werk verdelen. Dus ja, maar voor deze demo ga ik het gewoon eventjes hierin doen. Maar goede vraag. Iemand nog een doel die je wilt toevoegen aan ons doelenbord? België. België. Wat is dat? Mooie auto, goede doel, België. België? Zeg je nou België? België, is goed. Ga ik maar erbij. Of bedoel je misschien België opnieuw veroveren? Dat is beter. Maar alleen Vlaanderen trouwens, hè? Want daar beneden spreek ik allemaal Frans. Dan praat ik toch niet. Oké, okay. Laatste doel. Het wordt steeds meer politiek. Een vriendin regelen, ja, dat is ook moeilijk. Een vriendin. Fixen. Wacht, hey, sorry. Hè, we zijn natuurlijk een open partner, noemen ze dat dan, hè, tegenwoordig. Want we zijn natuurlijk, we gaan niet alleen maar uit van klassieke mannetjes-vrouwtjes relaties. Nee. Alles kan tegenwoordig. Zo'n man kan ook een vriendin zijn. Een man kan ook een vriendin zijn, maar het wordt toch vriendin fix. Als we hem nou opnieuw publishen,
Het grappige is... dit is hoofd verkeerde. Je kan ook andere projecten publishen, maar dat willen wij niet. Wij willen alleen de database publishen. Als je dit irritant vindt trouwens, dat je dit elke keer uit moet kiezen, het valt mee, want hoeveel werk is het nou? Je kan hem ook even opslaan. En dan zeg ik local. Publish.xaml. Die staat nou hier rechts. Zie je dat? Het grappige is, deze kun je nou aanklikken. En dan stelt hij automatisch de juiste publishment zet die aan. Komt er zo'n pop-up achterlangs. Ik ga dit even afsluiten. Ik ga dit even afsluiten. Oké. En dus daarmee kun je het misschien wat makkelijker maken. Dus even save profile as kun je doen. Even nog een mini gewetensvraag. Moet je die überhaupt wel definiëren? Nee, ik denk dat die op auto-increment staat. Heel goed. De vraag, moet je die sleutels wel meegeven? Ik denk dat je gelijk hebt. We gaan hem eens eventjes verwijderen. Oh, wacht trouwens, dit is ook wel een goede tip, even tussendoor. Als je Alt ingedrukt houdt in Visual Studio, kun je... Oh. Publish. Oh ja, nou kan ik natuurlijk... Dan hoef ik niet in te vullen. Dubbelklik op die XML, dat is heel ding. Leg het net uit. Publish. Oh. Nou kunnen we even kijken, wat gaat er fout? Dus ik open nou gewoon het script en ik ga even kijken tot hover die komt. Cannot insert nil into ID. Nee, toch niet auto-increment. Hebben we niet aangezet. Ik had toch 3-2-1 moeten doen. Ik dacht ook dat die auto-increment het was. Publish. Wat zegt hij nu? Oh, wacht eens eventjes, ja. Zullen we eens even kijken welke die er al heeft ingezet? Ik gok dat hij misschien al iets heeft toegevoegd. Ja. Hij is wel gelukt. Hij heeft de inserts wel gedaan. Alleen daarna begon hij te klagen. Maar ja, ik kan ze niet opnieuw toevoegen nou natuurlijk. Hè? Want... Dit is dan wel zonder idee werken. Ja. Maar ik weet niet waarom hij dan nog een error gaf. Nou, zoek ik daar ook even uit, want ik vind dat zonde van de tijd. Ik wou heel even laten zien dat hij nu, een publish script is eigenlijk heel klein. Zie je dat? Het is maar 60 regels. En het enige wat hij eigenlijk echt doet, is wat technische toolie bovenin. En 3 inserts. Dat komt, jouw publish script baseert, hij kijkt naar hoe ziet de database er nu uit. En wat moet ik doen om ervoor te zorgen dat hij eruit komt te zien zoals het in het ontwerp. Dus daar is al heel erg mooi geoptimaliseerd. Nou, we hebben onze data. Nou komt het stukje WPF eigenlijk aan bod, hè? Was nou makkelijk? Beginnen we even met een scherm te maken of een viewmodel? Of heeft iemand anders gezegd van nee, we kunnen beter eerst dit doen? Scherm. Ik heb een scherm. Even, wie wil eerst een scherm doen? Wie zou bij een scherm beginnen? Wie zou eerst bij een viewmodel beginnen? Nou, eigenlijk heb ik maar 2 stemmen. Dus het scherm wint. De rest is dan nog, heeft niet helemaal een mening. Die denkt, ja, wat interesseert mij dan nou waar ik begin? Dat is niet relevant. We kunnen ook even beginnen met MVVM Lite te installeren. Dat hebben we uiteindelijk toch nodig. Tenminste, je moet iets van een MVVM framework gebruiken uiteindelijk voor de eindopdracht. Dus we gaan MVVM Lite installeren. Dat is mooi. Install. Je kan alleen de libraries installeren, dat mag. Alleen dan krijg je niet die ViewModel Locator klasse automatisch aangemaakt. Oké, heeft u dat netjes? Nou, de meeste schermen stemmen waren voor het scherm. Dus ik ga eventjes mijn main window erbij pakken. Het wordt een heel simpel schermpje, hè, met ideeën. Stack panel. Oh ja, hij opent natuurlijk ook nog Internet Explorer. Gewoon een datagridje, denk ik. Hè? Dat is het makkelijkste. Welke was ook weer belangrijk om aan te binden? Welke eigenschappen van de datagrid hebben we nodig? Observable collection hebben we daar nodig, inderdaad. Maar en welke eigenschap van de datagrid? Item source. Ja, dat zijn van die dingen. Ik typ dat altijd heel snel. Maar ik kan me voorstellen dat je... moet je even over nadenken. Wat was het ook weer? Item source, dat was het. En dan willen we daar onze doelen. Hè? Dat is een mooie naam. Wil aanbinden. Nou, typ ik al dit stukje view. Kijk, ik verzin dat dit ding dan doelen heet. Maar eigenlijk weten we dit nog niet, want het bestaat nog niet. Daar hebben we een view model voor nodig. Ik gebruik even de main view model. Die gaan we eventjes lenen. Het is gegenereerd net door
de installatie van MVVM Lite. Ik vind dat wel een mooie naam, Main View Model. Dit ding krijgt een public observable collection, werd al netjes genoemd. Collection van het type. Wat wordt nou het type? Dit worden de doelen, die wil ik laten zien. Eventjes. Ja, wat vinden jullie ervan? Is dit netjes? Als we dit nou doen, kent de view dan de klasse doel? Ja, dicht aan zijn datacontext, hè? Sorry? Ja, die locator die hebben we. Ja, die krijgen we hier, hè? Hier zit ook heel veel code staat erin. Dan ga ik even een beetje leegmaken. Even wat mooi. Ja, let op, dit doet hij elke keer tegenwoordig. Hè? Als je hem installeert, voegt hij een foute namespace toe. Gewoon even weggooien en opnieuw toevoegen. Dan doet hij het weer. Hoe is dat nog niet geüpdate? Ja, goede vraag. Dat weet ik ook niet zeker. Ik wou verwacht dat ze dat wel al gedaan hadden in de tussentijd. Maar. Dus hier wordt al in onze locator wordt dit al aangemaakt. Misschien wel eventjes ter relatie, hè? Want hoe ver zijn we nou? Dat is de beste manier om dit soort diagrammetjes in te tekenen. Paint. We hebben onze database hebben gemaakt. Hop. We hebben ons model gegenereerd, dat hebben we ook. Oh, dat is niet helemaal mooi uitgeleid. Model. Nou hebben we eigenlijk ook al een view gemaakt. Dat is nu even de main window. Misschien niet de beste naam, wat doe je eraan? En we hebben eigenlijk ook al een view model. We zijn al best wel aan het eind. Zo. Model en database, kennen die elkaar al? Ja. Daar heeft Entity Framework heeft daar voor gezorgd. Hè? Dus daar kunnen we wel een streepje tussen zitten. Het view model, kent hij het model al? Nee, ja, dus in principe wel. Kent de view het view model al? Nee, dat nog niet. Hè? Dat moeten we nog even fixen. Hoe doen we dat? Doen we dat rechtstreeks? Of hebben we daar... Dan doen we die locator. Hè? Dan laten we dat eerst even doen. Dan valt alles daar misschien op zijn plek. Nou, dat doen we dus niet via die window.datacontext. Dat doen we niet. Niet van, oh, dat doet hij nou. Nee, dat doen we dus niet. Dat ga ik weghalen. We gaan hem instellen via deze datacontext. En dit is een syntax dingetje. Die moet je eigenlijk gewoon een keer zelf getypt hebben. Anders moet je het even opzoeken in een ander project. Hoe zat ook weer? Het is een binding op de locator. Sorry, het is een binding op main. En als source gebruiken we een static resource genaamd locator. En dus de datacontext is de property main op de klasse viewModelLocator. Dat is hier, dus dat is deze. Dus wat krijgen we dan terug? Een main view model. Wat was die gekke code snippet ook alweer? Dit ding, wat doet dit? Singleton. Oftewel, we krijgen altijd dezelfde main view model terug. Zo. Dus nu hebben we eigenlijk een soort van derde object geïntroduceerd. Zo. Zweven we hem even boven. De view model locator. Zo. En de view kent hem. En hij kent hem. Ja, ik vind dit nog steeds dat we dat doel gebruiken. Ik ga hem even laten staan. Maar ik vind het eigenlijk niet zo netjes. Nou, sterker nog, ik vind het zelfs zo niet netjes. Moeten we niet doen. Want nu zeggen we eigenlijk, hey, view, bind maar rechtstreeks op een model. Hè? Leef je uit. Pak maar data uit het model. Dat willen we niet. Dus ik ga een doel view model maken. Zo, gegenereerd. Dus deze klasse maak ik extra bij. En het enige wat dit gaat doen, dat werken we zo even uit. Want we willen hier natuurlijk nou de doelen over maken. Ik ga even de makkelijkste implementatie pakken die ik kan verzinnen. Is nieuw. Hoe heet de klasse? Weten we dat? Maar kun je dit nou opzoeken? Stel je bent even vergeten hoe je entity framework context ook alweer heet. Je kan hem gewoon even openklappen, hè? Dan kun je even checken. Wat was dit? Het is een grand finale entities. Zo heet hij.
Wil je dit nou aanpassen? Dat kan. Dan moet je even naar je EDMX gaan. Oh, mijn gezicht hangt in de weg. Even omhoog. Dan zie je hier Entity Container Name. Zie je dat? Die kun je aanpassen. En dan save je hem en dan heeft de klasse anders. Ik vind het voor nu vind ik het eigenlijk best wel prima. Dus die gaan we even gebruiken. Zo, dus is een nieuw Grand Final Entities. Zo. En dan gaan we alle doelen ophalen. Oeh, doels. Dat is ook mooi, hè? Waarom doet hij dat nou? Waarom zit hij nou een S erachter? Auto-generated, ja. Hij zegt van ja, is doel is enkelvoud, dus doels is meervoud. Misschien als ik straks nog tijd over heb, dan los ik die ook even op. Maar voor nu even, sla ik hem even over. En we willen ze gewoon allemaal. To string. Oh. Ik kan to list niet vinden. Weet iemand hoe dat komt? Goed zo. Dat is, link heet dat ding, hè? Dus daar moet je soms even de namespace nog voor toevoegen. Dat was van week 2, die link. Toolist. Kijk, dat hebben ze allemaal. Maar ja, ik kan nou niet dit doen, hè? Server collection. Want ja, nou verander ik de klasse doel. Moet veranderd worden in een view model. Maar dat kan ik wel eventjes hier doen. Een select, nieuw, doel, VM. En zelf doe ik het altijd zo. Dan zeg ik van nou, oké. Doel. Doel. Kijk, doe dan netjes via een lambda statement. Je kan ook eroverheen loopen, hè. Maar ja, jullie zijn al, jullie hebben er al mee geoefend. Doe dat netjes met de techniek hoe je hem geleerd hebt. Hop. Generate constructor. Kijk, we hoeven bijna geen code te schrijven. Hop, bewaart hij de doel. Maak hier één property. Dat ding heet een omschrijving. Ga ik het zelfs zo doen. Oh. Ja, dankjewel. Get return doel.omschrijving. En we doen ook gewoon de set, waarom niet? Doel.omschrijving is value. Kijk. Zie je dat als een soort van containertje, als een wrapper om de doel heen, een view model. Kost wat schrijfwerk. Zit een aantal voordelen aan. Ik hoop dat we daar dadelijk dat ik er nog tijd voor heb om die ook echt te gaan laten zien. Denk het wel. Want we gaan al best wel op tempo. Oké, zijn we er nou? We hebben de database, we hebben het model, we hebben het view model, we hebben de view, we hebben de data context met die view model locator gefixt. We halen data op. We zijn al best wel aan het eind, hè? Zullen we gewoon eens runnen? Kijken wat er gebeurt? Leven op het randje, waarom niet? Toch aardig wat code geschreven in één keer, stiekem. Tijd om te gaan runnen. Nou, kijk eens aan. Het zijn wel drie items, zie je dat? Alleen, ja, we hebben nog niks in ons datagrid gezet. Is dat erg? Nee, je moet aangeven wat van je doel. Nou, oh, we hebben deze itemsource zelfs nog helemaal uitstaan. Er zijn dus doelen, hè? Dus de data context is die main view model. Dat is deze. En op die klasse zit een ding genaamd doelen. Zullen we eens kijken? Public doelen. En die doelen die vul ik hier op dit moment. Nou, probeer het nog een keer. En jij zei, ja, je moet je data context nog even aanvullen. Nee, data grid. Sorry, je data grid nog even aanvullen. Gaan we dat eens nog even kijken. Ik geloof jou niet. Oh. Ja, soms moet je ook gewoon blijven nadenken waar je aan het doen bent. Wat gaat hier fout? Het is echt een hele domme... Naar de map? Nou ja, soort van wel. Ja, ik heb gewoon, het is gewoon echt een hele domme typo fout. Ik wil namelijk niet... Ik kan niet zomaar doelen opschrijven. Een binding is altijd met die haakjes. Zie je dat? Ja, ik was even aan het brainfarten. Ja. Dat zijn van die typo's. Kijk, het runt wel gewoon, hè? Maar dat vindt hij niet leuk. Ik ga toch nog steeds niks toevoegen, Bram. Ik ga hem gewoon even hierop laten staan.
Je hoeft niks in de datagrid te doen. Hij heeft auto-generate alles. Dus hij gaat gewoon kijken, oké, welke eigenschappen zijn er allemaal? Ga ik die laten zien. Even voor de duidelijkheid, dit haalt hij dus al echt op uit de database. Hè? Nou zullen we nou eens eventjes toch die Philip-Phil-relatie fixen. Dit was de eerste stap. Sterker nog. Dat vind ik wel goed, maar dan geef hem wel even een eigenschap. Want laten we zeggen dat je namelijk ook geheime doelen hebt. En dan doen we een boolean is geheim. Is een bitje. Zo, true of false. Zo. Default value is, standaard is de geheim. Want anders dan zitten in één keer al onze stiekem doelen. Zoals 10 sit-ups kunnen doen. Dan hoeft de rest van de wereld niet te weten dat je daarvoor aan het trainen bent. Daar houden we gewoon geheim natuurlijk. Dat is mooi, dan hebben we alvast één wijziging. We moeten ook die foreign key instellen. Hoe doen we dat ook weer? Weet iemand dat nog? Foreign key, zullen we het gewoon stypen? Foreign key. Die staat hoeft hier natuurlijk niet op, sorry. Zo. Die moet natuurlijk op onze koppeltabel. Foreign key. Ja, hoe schrijf je dat nou, zo'n foreign key? Dit ga je ook tegenaan lopen. Dan ga je database first doen. Ja, gewoon, ja, Google die, ik ben het aan het opnemen, dus ik ga het laatste woord gewoon lekker voor mezelf houden. Maar alles gewoon googlen. Zet er even MS SQL achter. En dan weet je dat je de... juiste syntax krijgt. Kijk. Je had hem gewoon. Ja, ik had de eerste twee woorden al goed. Hé, hey. Dat is toch... Ja, oké, dan moet van primary key ook in hoofdletter, hè? Ja, of niet? Wij pakken het doel ID en die reference natuurlijk het doel ID. Dat doen we twee keer. Want hij heeft ook een foreign key ID, ID. Hey, dat heb ik nou pas door. Dat hij helemaal niet werkt. ID. ID. Nog andere eigenschappen die we toe willen voegen? Dat is wel prima zo, hè? Nou, we kunnen onze seed wel even aanpassen. Nou, sterker nog, we moeten onze seed eigenlijk wel aanpassen. Onze seed is niet zo handig op dit moment. Want dit probeert hij elke keer uit te voeren. Maar ja, die data bestaat al. Gaat voor conflicten zorgen. Kijk even voor een slimme seed. Toch naar die voorbeelden uit de workshops, zou ik zeggen. Kun je gewoon auto-incrementeren? Dat kunnen we ook wel... aanzetten. Ja, dan krijg je elke keer dubbele. Ja. Dus dat is eigenlijk ook niet wil. Dan publiceer je. Dan heb je 3, 6, 9. Je kan die wel bij identity specifications. Kun je die aanzetten. Zie dat? Is identity increment. Ik ga hem voor nu eventjes. Want we hebben nog 10 minuten. Dan kan ik even wat sneller doen. Dan ga ik dit gewoon even weghalen. Zo. En ga ik er even eentje extra toevoegen, een geheim doel die we niet willen zien. Nee, die is, ja, dat is eigenlijk wel een goeie. Hè? Nee. Ja, die hebben we al. Fixen. En dat is... die is geheim. Nummer 4. Gaan we nog een keer publiceren. Klik ik weer op mijn gepubliceerde file. Hoppa. Netjes, pakt die ook. En dan gaan we meteen de code even aanpassen. Wat zou ik nou moeten doen om alleen de doelen te krijgen die geheim zijn? Where. Where. En wat dan? D met een vuiltje en dan D.is geheim. Oh, er zit nog geen is geheim in. We zijn een stap vergeten, hè? We moeten de database nog updaten. Gaan we naar EDMX. Update. Model from database, refresh tables, doe maar allebei. Zo, kijk. Ah, mooi. Een veel relatie heeft hij aangelegd. Wel grappig dat hij deze tabel er niet tussen zet. Had ik wel verwacht. Misschien hadden we wel kunnen verwijderen dat hij hem nou niet meer nodig heeft. Maar gaan we even zeven.
Ja, maar dat is de klasse. Wij hoeven, als we hem hieruit verwijderen, wordt hij niet verwijderd uit de database. We hebben de klasse gewoon niet nodig. Snap je wat ik bedoel? Ja, precies. Ja, daarmee zeggen we, nou, die klasse, daar je hoeft nooit rechtstreeks bij de koppeltabel te kunnen. Dat doe je alleen via deze. Okay. Dus als het goed is, zien we nu een is geheim. Nou, die staat ertussen. Heeft dit een boolean van gemaakt? Ja, is niet geheim. Of doen we dan dit? Of is dit lelijk? Is dit lelijk? Kun je gewoon een uitsteken voorzetten? Zullen we zo doen? Ja, het is al een boolean, weet je wel. Dus dan is hij vals. En dan maken we de doelen van. Nou, als het goed is, als we hem nou runnen, krijgen we dus alleen onze drie openbare doelen te zien. Gaan we nou eens kijken. Oh. Ah. Mapping. Nou, dat is een aardig complex probleempje, hè? Probleempje, dan maken we het er wel kleiner mee. Maar eerst even goed lezen wat hij nou zegt. Problem in mapping fragment. Two entities with possibly different keys. Oké. Okay. Gaan we eens even kijken. Ligt het aan onze where? Denk het niet. Nee. Pakken we die eerste eventjes. Die gaan we eens even googlen. Oké, okay, er staat hier iets. Het heeft te maken met een table mapping. Waarin de veel-op-veel relatie naar voren komt. Dus het zou nog best wel iets te maken kunnen hebben met het feit dat hij in deze EDMX dit toch heeft laten staan. Even theoretisch gezien, je gaat dadelijk bouwen. Je loopt tegen dit probleem aan. Wat dan? Hoe ga je het oplossen? Google. Entity Framework is een heel complex framework. Wij gaan hopelijk niet tegen heel veel complexe problemen aanlopen, maar je merkt het. Hè? Ik heb nou niet eens heel veel gekke code geschreven. We krijgen al best wel een moeilijke error. Krijgen we te zien. Mapping en oké, dus blijkbaar werkt dit niet. Je kan twee dingen doen. Je kan heel veel gaan googlen en gaan inlezen in de stof. Kan ik je eigenlijk ten zeerste aanraden. Daar leer je heel veel van. Wat soms ook helpt, is blijkbaar zit daar hier iets niet goed. Oh. Dat was niet de bedoeling. Als we hem gewoon eens helemaal verwijderen. Heel die ene mix. En gewoon helemaal een nieuwe genereren. Zullen we dat eens proberen? Oké, de 1 weg. Hoop ik dat hij wel dezelfde naam krijgt. Ik ga er wel vanuit. Oh, de verkeerde connectie. Het is wel heel langzaam nou. Oké, okay. Next. Oh. Alle tables. Finish. Nou, is toch weer een goede time voor een bakje, hè? We hebben toch weer een half uur gewerkt. Zie je dat hij nu alleen de veel-op-veel relatie heeft gemaakt. En hij heeft die koppeltabel die toch nog los hing, heeft hij weggelaten. Zie je dat? Want hij zegt nou, ja, dat zal hij wel bedoeld hebben echt als koppeling. Die ga ik niet in het diagram terug laten komen. Dit impliceert die koppeling. Is dat dan niet gewoon iets van de rechtsmuiting over die model? Dat ze zeggen van, hey, is niet compiled. Ja, dat deden wij net, hè, die update. Ja, in plaats van je weggooien en wel een nieuwe daar maken, die gewoon van maak opnieuw aan. Ja. Er zijn wel methodes, maar dit is de cleanste manier om het te doen. Want dan, je gooit hem echt weg en je creëert hem echt helemaal opnieuw. En meer als tip, want je kan er tegenaan lopen. En dit kan een goede oplossing zijn. Dus neem dat mee. We gaan nog gewoon eens even kijken. Of misschien lost dit nog niet eens het probleem op. Hè? Daar gaan we nou achter komen. Oh, die where die zal ik dadelijk nog even terugzetten. Ja.
Ik ben even runnen. Nou, pakt hij hem. Mijn 10 fix-ups, mijn 10 sit-ups staat er nog tussen. Even de wear terugdraaien. En als het goed is, verdwijnt hij nu, hè? Want nu hadden we hem niet binnen. Oh. Oh ja. Ja, ik denk dat ik het ook al weet. Ja. Zullen we eens even kijken wat de data precies is? Oh, ja. Ze staan allemaal op geheim. Die valt wel, je geheim had zo zijn nadelen. Vals. Ja, trouwens, die laten we dan ook maar op true staan, hè, zodat we zijn. Ja, dat hoeft de wereld ook niet te weten. Oh ja, deze screencast komt op YouTube. Dat is belangrijk, nee. Hey, laat die netjes zien, hè. Nou, we hebben nog 2 minuutjes. Even nog 1 laatste dingetje wat ik wil laten zien. Namelijk het joinen van die tabellen. Zullen we nou eens even wat ideeën toevoegen? Wie heeft een idee om een Vlaanderen over te nemen? Dat is niet overnemen, dat is kapot maken. Dat is iets anders. Allemaal van die memes uit de lucht laten vallen. Memes. Propaganda. Is dat zo goed zo? Oké. Okay. Dan gaan we die even koppelen aan elkaar. Zo. Kan ik nou laten zien hoeveel ideeën er bij elk doel zit? Hoe ga ik dat doen? Een soort count. Weet je, we gaan eens even kijken. Het fijne is, en dat is een reden waarom we ook een view model hebben. Ik wil nou eigenlijk een soort van samengevoegde versie laten zien. Ik drukte op een verkeerd knopje, sorry. Kijk, ik hoef nou niet helemaal een los view model te maken. Ik kan hier gewoon zeggen... aantal ideeën. Die krijgt alleen een get, want die kun je niet zetten. Idees, kijk, heeft hij toegevoegd. Zo. Oh, count is gewoon een aantal. Zie je dat? Dus zo'n view model stelt je in staat om een klein stukje data toe te voegen. Het fijne is, die datagrid doet dit automatisch. En als ik hem nou run, dan gaat het natuurlijk... gaat het fout. Idees kent hij niet. Want hij is gedisposed. Hoe kan dat nou? Nou, het heeft te maken met het feit dat die Entity Framework dat niet zomaar doet. Wij willen namelijk even zorgen dat hij hem include. Oh nee. Is hij gestopt? Sinds net pas, of niet? Oh man, wat erg. Oké, okay, nou dan knip het laatste stukje ervan af. Idees. Dus die moeten we eventjes includen. Gaan we nog eens een keer kijken. Aantal ideeën staat er nou bij. Dus we moeten wel even tegen Entity Framework zeggen dat hij dat moet doen. Van, hè, hou ook rekening met zijn relatie. Hey, hier ga ik hem even bij afsluiten. Ik hoop dat die record dat ik dan nog kan fixen op het einde. Anders houdt het verhaal daar een beetje op. Als er nog vragen zijn, kom even naar voren.